vreselijk. Dat is iets waar je al zo lang bang voor bent. Boer Joop Sinteny woont en werkt al zijn hele leven vlakbij het spoor. En al die jaren leeft hij met de vrees dat er wat misgaat op een van de onbewaakte spoorwegovergangen. Het onheilspellende geluid van de remmende en toeterende trein heeft een tijd lang niet geklonken. Maar zaterdag was het weer zover. Ik was in huis. Dan hoor je getoeter en dan hoor je de toeter vanaf Zandpoort deze kant op komen. En dan denk je, oh jee. Een fietser uit Haarlem is in botsing gekomen met de trein en overlijdt ter plekke. Tientallen keren per dag moet Joop over het spoor om zijn koeien te brengen en te halen. En iedere keer moet hij denken aan wat er is gebeurd. Ja, je wordt ermee geconfronteerd. Nu ga je er nog voorzichtiger en nog anders over. Maar het blijft. Je moet er toch over. Het is allereerst verschrikkelijk wat hier is gebeurd. We zijn al geruime tijd bezig om te kijken hoe we dit kunnen oplossen hier. Of veilige situatie veilig maken. Dat kan vrij simpel door de aanleg van een parallelweg naar station Zandpoort-Zuid. Deze maakt de gevraagde overweg namelijk overbodig. Maar voor die weg moet privégrond wijken. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Daar hebben we vorige week mee om tafel gezeten. Voor het ongeluk hebben we natuurlijk nu weer gedaan. En in de tussentijd gaan we kijken of er een tijdelijke parallelweg nu kan komen. Of we de grond nu hebben of niet. In zijn algemeenheid deel ik wel die onrust, dat ongeduld. Dat we nu echt snel stappen moeten gaan maken. Zal er ons toch verdorie niet gebeuren dat we nu nog een ongeval hebben. Dus dat is echt niet de bedoeling. Maar daar tegenover staat dat we een veilig alternatief moeten hebben. Dus dat moeten we wel echt kunnen garanderen. We willen niet van de regen in de druk. Joop is het met hem eens. Maar hoopt toch van harte dat de aanleg van de parallelweg niet lang meer op zich laat wachten. Ik hoop dat dat nu heel snel gebeurt.